Dit is een podcast van Tim uitroepteken. Met dat hoedje op, hoe die daar staat, ja, dat is Kees. Ik lach om hem, ik vind het eerlijk. Dit ja. Is uniek. Normaal achter oplichters aan en nu staat hij te dansen in het Mexicaans met een hoedje op. Ja. Maar we hebben natuurlijk voor het eerst gezien dat Fons geen scherm kreeg te zien. En zijn reactie daarna vond ik wel opvallend. Het was niet dat hij zenuwachtig was of zo. Hij deed iets raar met zijn wenkbrauwen toen hij een groen scherm kreeg. En nou heb je het natuurlijk wel over Kees van der Spek en je hebt het over Rian Gerritsen. Dus ja, die kennen ook wel wat meer dan René Fokker. Dan een René Fokker inderdaad, ja. Hey alle, welkom weer bij een nieuwe podcastaflevering. En in deze podcastaflevering bespreek ik de afleveringen met een paar mensen. En in deze aflevering zijn dat Arjan van Mollejagers. Hallo. En Giovanni. Hoi. Mocht je deze podcast leuk vinden, laat dan vooral een like achter op YouTube en op Spotify. En dan zeg ik, laten we snel beginnen. Wat vonden jullie van de aflevering, Arjan? Oh, tot 9 uur een hele mooie aflevering. Echt waar, ik heb zitten genieten. De tweede keer terugkijken heb ik ook zitten genieten, maar rond 9 uur had ik wel een gevoel van, dit gaat een straal de verkeerde kant op. Toaster, waarom corrigeer je deel? Toaster, waarom corrigeer jij daar Kees aan het doen? Toaster, waarom doe jij dit? Heel kijk, mijn gevoel van Toaster gaat afvallen, dus met een beetje dubbel gevoel naar de aflevering gekeken. Maar de aflevering verder best en de opdracht ik vond ze leuk. Mooi, mooi. En Giovanni? Ik vond het een leuke aflevering. Alleen voor mijn gevoel is de mol een beetje allergisch voor mol of zo. Ja. Volgens mij ook, ja. Ja. Oh, ja, of het wordt niet zo in beeld gebracht, dat kan natuurlijk ook. Ja, nee, dat zou kunnen, maar ja, het waren toch best wel weer behoorlijke bedragen die binnenkwamen. Ja. Deze aflevering zeker weer, ja, klopt. Ja. We zijn natuurlijk in de vorige podcast vergeten wat de afleveringstitel was. Dus laten we vooral in deze podcast niet vergeten wat de afleveringstitel was. En wat was de titel, Giovanni? Ja, dan vraag je me wat. Afvragen. Afvragen dan maar, hè. Oh, afvragen. Ja. Heb je er ook nog een hint bij waarvan je zou zeggen, goh, dat kan naar deze kandidaat slaan? Of heb je dat totaal niet? Om heel eerlijk te zijn, niet echt op gelet eigenlijk. Dat is een beetje slecht, hè? Ja, dat is wel heel slecht, Giovanni. Ja. Heeft Arjan erin? Ja, ik vraag me af wie de mol is. Maar ja, die had jij in je video ook gedeeld. Hè? Dat klopt, ja. Dat klopt inderdaad, ja. Ik kan me die vraag wel goed voorstellen in deze aflevering. Dat de makers zoiets hebben gedacht van jullie kijken. Zoek het maar uit wie de mol is. Iedereen kan de mol zijn. Vraag jullie het zelf maar af, ja. Maar echt, ja. Ja, maar het kan letterlijk op iedereen slaan. Kijk in de opdracht. Iedereen vraagt zichzelf wel eens een keer wat af. De leukste die ik heb gehoord vond ik van Ik Ben Mol Levi. Mm-hmm. Die schreef dat Rosario zijn test met penningmeester. Rosario. Nee kon invullen. Want hij is natuurlijk penningmeester en heeft zo een jood in bezit. En dan kan je die vraag eigenlijk afdoen. Dus ja, afvragen. Ja, Rosario geeft toe dat hij, doordat hij nu penningmeester is, dit weer een vraag minder is voor hem om in te vullen. En voor hem gaat er dus 1 vraag af. En dat is natuurlijk afvragen. Ja. Die vind ik wel leuk. Vind ik leuk. Zelf vond ik ook dat Rian, Fons, Babs en Rosario in de eerste opdracht zich aan het afvragen wat ze nou ook alweer moesten doen. Want ja, ze hadden niet echt een goede uitleg van Kees gekregen. Ik vond het zelf ook heel erg vaag wat Kees zei. Ik begreep er zelf al in eerste instantie ook niet zo heel veel af van. Maar ja. Ja, leuk. Daarom je kan zoveel dingen naar afvragen leiden. Kijk in een opdracht. Iedere kandidaat vraagt zichzelf wel wat af. Dus ja,
beetje lastig tegen. Ik denk dat het leuker is voor ons als kijkers om te zien van wie is de beste. Vraag Precies, de titel. Dat precies. vond ik wel leuk. Dat vond ik wel leuk. En over de titels gesproken, er zijn ook molloten bezig met de titels in die puzzel te zetten. Van welke opdracht was dat? Stad en land aflopen, dacht ik. Ja, dat was de puzzel van stad en land aflopen. Aan het einde moesten ze al die landen in die puzzel zetten. Nou, nu zijn ze dat met de afleveringstitel aan het doen. En wie weet komen we daar nog wel een keer op terug. Van hen te lessen. Hadden ze verwacht dat de rest kon komen. Waar het naartoe gaat leiden, ik weet het niet. Maar op dit moment hebben ze die letters hecht geloven. En toen dachten ze aan hecht geloven. Ik weet het nog niet verder. Ik heb het nog niet echt in verdiept, maar ik hoorde het wel voorbij komen. Ik heb nou ook, ik ben ook nog niet eerlijk, ik heb nog geen afvragen erin gezet. Dus ik zou niet weten welke letter er dan komt. Nee, ik ook niet. Ik heb dat ook nog niet gedaan. Daar moeten we nog even naar gaan kijken, denk ik. We gaan nu naar opdracht 1. Weet iemand de titel van opdracht 1 nog? Niets is iets. De opdracht Ja, 1 titel. dit is Niets iets. is iets. Niets is iets. Ik kreeg nog een theorie binnen van Belinda toevallig over die titel. Hoi Tim, mijn vriend heeft een theorie over de opdrachttitel Niets is, ni is iets. Er is namelijk een keer best wat geld verdiend. Hij denkt dat de mol niets heeft kunnen doen en dat het iets heeft opgeleverd. Ja. Ja, leuke titel, leuke titel. Leuk, leuk. In het begin van de opdracht valt het op dat Kees best wel erg verwarring aan het zaaien is. Door verkeerde dingen op te noemen, vervolgens weer te verbeteren en dan weer voor de rest weer veel te herhalen. En ja, iedereen wordt natuurlijk helemaal gek aan de portofoon. Want ja, je hoort alleen maar Kees die een beetje aan het praten is de hele tijd over hetzelfde. Ja. Ik moet niezen. Gezondheid. Gezondheid. Dank jullie wel. Ja, wat vullen jullie hier nog meer op in deze opdracht? Rian. Oh nee. Met die Ja. steen. Oh Van die nee. vier. Dat ze Tooske helemaal liet lopen, natuurlijk, is wel Oh leuk. ja. En dat Anna naderhand ook controleert en er ook eigenlijk niks van zegt. Als dat Tooske in de buurt is en zegt, want het is een drie, vier steen in plaats van een drie. Kees die Ja. natuurlijk nog een leuke aanhaalt richting Tooske. Dus ja, welke kant gaat het op? Heeft Rian dyslexie? Doet ze dit expres? Doet ze dit als mol? Zeg het maar. Maar ik vond Rian wel opvallend weer deze opdracht, dus dat is wel leuk. Ze doet weer Ja, mee. het zit er alleen natuurlijk wel echt in de montage. Ja, vind ik ook. Zij zegt natuurlijk vier stippen, terwijl het er drie waren. Vervolgens wil ze eigenlijk dat iemand die steen zo snel mogelijk oppakt. Want de regel was, als je de steen oppakt, dan moet die gebruikt worden. Tenminste, dat hoorde ik in de aflevering. Ja, twee stenen mocht niet van de toch? Je mocht één steen niet opliften en dan een andere steen opliften. Zoiets begreep ik of zo, toch? En als jij de stapel had afgesloten. Ja, ik vond dat ook heel raar, want ik begreep het niet. Want aan het einde van de opdracht gingen ze ineens allemaal stenen pakken, met z'n allen. Ja, Fons. Ja, Fons deed dat voornamelijk. Maar die zijn toch niet allemaal gebruikt? Ja, ik weet niet hoe het zat. Ik begreep zoals dat ik de uitleg begreep naar de hand. Als je de stapel had afgesloten. En je pakte dan de bovenste tegel in je hand en je pakte het andere bit, dan werd die stapel afgekeurd. Zoiets. Zei Tooske naderhand in die biecht. Nou, aangezien Tooske is afgevallen, denk ik dat ze daar ook Ja. wel met sprak over de opdracht. Maar ja, ik vond sowieso de opdracht een beetje, ja, een beetje ingewikkeld. Ja. Eigenlijk niet. Het was gewoon streepjes. Nee, ik. Dat wij elkaar zoeken en je maakte die stapel. Maar als er een mol bij een tafel staat, dan is het natuurlijk heel makkelijker om er eentje op te pakken en even op weg te gooien. Of wat Frons doet weer al, even oplichten en met de andere hand ook eentje opliften, waardoor ook die stapel wordt afgekeurd. Of wat Kees doet, bij een tafel blijven staan en een groot getal doen en daar eentje weer van weggooien. Dus ja, je kan alle kanten op. Of wat Rosario en Babs deden. Samen, ook apart zoeken, apart neerleggen, kan ook de mol eentje verkeerd neer hebben gelegd.
Ja, zeker waar, zeker waar. Maar ik bedoelde meer met moeilijkheid opdracht, bedoel ik meer echt de chaos eigenlijk. Het Ja. was, je moet wel zeg maar nog een keer kijken, de opdracht, om echt helemaal te begrijpen van hoe het nou echt in elkaar zit. Want na de eerste keer kijken kreeg ik het voor mijn gevoel er niet in. Maar dat is sowieso deze groep ook, hè. Als er portofoon bij komt kijken, als ze met elkaar moeten gaan samenwerken. Ze zijn allemaal fanatiek, allemaal gewoon een beetje mollen. En Ja. waarschijnlijk hebben ze ook wel een beetje de mollen op het oog, hè. En dan ga je ook met z'n allen lopen mollen natuurlijk. In de groep is dat misschien wel duidelijker als dat wij de mol moeten zoeken. Hun weten misschien al wel wie de mol is, velen van hun. En dan Ja. krijg je dit soort effecten. Iedereen gaat chaos creëren om zichzelf verdacht te maken natuurlijk. Ja. Gio, Want de vond jij hier opdracht. ook? Want sorry hoor Tim, maar de opdracht op zich was toch niet zo moeilijk. Ook niet na de tweede Nee, keer. nee, nee. Nou, ik begreep het einde niet helemaal. Want dan heb je Fons die natuurlijk die sluitingssteen oppikte. En uiteindelijk legde die hem weer terug. En toen was er één tafel of zo fout gerekend. En de andere vier tafels waren niet fout gerekend. En één tafel was volgens mij gewoon helemaal uit de opdracht gezet. Ik begreep het eindresultaat niet. Ja, ik denk nou dat we Tooske eruit is, dat de opdrachten wel wat duidelijker gaan worden. Want die heeft ook een hoop chaos in mijn hoofd veroorzaakt. Ja, En als ik ja. kijk, heeft ze het ook wel in de groep gedaan. Dus ik denk dat Tooske daar ook wel een beetje de aanstichter is geweest van de chaos. Want ja, die pusht wel echt door. Nu dat ik het zie dat de kandidaat is natuurlijk. Ja, zij heeft heel vaak chaos gecreëerd samen met Anna. Ja, zeker. Zeker waar. Hey Maar Gio, misschien daarom. wie vond jij heel erg verdacht in deze opdracht? Ja, Kees vond ik wel verdacht. Gewoon puur omdat hoe hij het uitlegde. Was een beetje voor mij onduidelijk hoe hij het nou bedoelde. En in de loop van de opdracht begreep ik het wel. Maar ja, hoe hij het uitlegde, dat was niet heel duidelijk. Ik vond ook dat we best wel weer vrij weinig van Rian hebben gezien. Daar hebben we wel wat gezien. Maar die opdracht, ja, ik heb haar 2 of 3 keer met een steen zien lopen. Voor de rest heb ik haar eigenlijk nauwelijks in beeld gezien. Dus dat vind ik dan wel opvallend. En ja, Fons met die actie op het einde om toch nog even de bovenste steen eraf te tillen en te controleren willen. Ja, dat vond ik opvallend ook. En ja, voor de rest, ja, niet echt wat. Om eerlijk te zijn. Voor mijn gevoel ging het Nee. best wel goed bij Babs en Rosalia, dat samenwerken. Kwam voor mij gewoon best wel goed kandidaat over met z'n tweeën. Ja. En hier valt toch ook weer in op dat Babs, zeg maar, heel de tijd bij Rosario is. Ja. Maar uiteindelijk in de test, waar we straks nog op komen, lijkt het juist dat Babs op Fons zit. Maar dan snap ik dus niet haar keuze om bij Rosario te blijven. Maar zou dat niet zeg maar omgewisseld zijn van, want het was natuurlijk een vraag in de test naast wie stond de mol op de groepsfoto. Dat ze daar bedoelde naast Fons. In plaats van dat ze Fons eigenlijk als mol heeft. Ja, dat En dat de zou ook wel productie ons kunnen. wil laten denken dat ze op Fons zit. Ja, want nee, maar Rosario had volgens mij de vraag naast Fons op de groepsfoto. Ja, hij stond zelf naast Fons. Ja, en volgens mij had hij dat ook als vraag. Maar daar komen we straks nog even op. Ja, inderdaad, zoals je zegt, Rian, die loopt weer een beetje rondjes en doet weer een rare dingen zeggen over stippen. Ja, Ja. ik vind het een beetje een. Stel, zij is een mol, vind ik het een beetje een ondanks dat ik haar een hele leuke kandidaat vind, een beetje een domme mol. Ja. Als ze er nog in zit, dan is wel een grote kans dat Kees de mol is, hè? Ze zit wel volop Kees te kijken, zag ik met de vragen die ze beantwoordde tijdens de test. Ja, Ja, maar dat zou leuk zijn. volgens mij zat Kees ook op Rian, toch? Of inmiddels Ja. niet meer. Kees die zat. En Tooske. Kees heeft een beetje rare resultaten. Want volgens mij heeft hij in aflevering 2 was het ook niet bekend welke resultaten hij nou had. En vorige aflevering zat hij op Babs. En deze aflevering is weer niet bekend om wie die zit. Dus dat is sowieso heel vaag bij Kees. Mijn vraag richting Tooske heeft hij ook wel een beetje ingevuld.
Zij zat een beetje op de dames. Hij kijkt een beetje richting Giovanni Pearl gelijk, richting Rian. Heeft hij een paar keer verdacht gemaakt? Anna, Tooske, Babs. Nou dan, een beetje wisselt hij tussen de dames. Ja, of hij heeft het helemaal goed en willen de makers niet laten zien dat hij het echt goed heeft, omdat hij zo goed speurneusje is. Of hij is daadwerkelijk de mol natuurlijk. Of En moeten we er rekening daarin. mee houden? Of we moeten er rekening mee houden als hij de mol is, dat er twee dames in de finale gaan komen. Nou ja, Dus sowieso één Babs van de dus. dames. Ja, en dan misschien Rian of Anne. Of allebei. Ja, met z'n vieren. Zou zomaar Ja. kunnen. Ja, maar het valt dus ook op dat Fons ook op Kees zit. Maar ja, wat zegt de biechten ons in de Nou, testresultaten? dat is niet, dit is niet echt biechten. Je kan het zien met de testvragen natuurlijk nu, hè. En dat vind ik wel een heel stukje openheid die we krijgen. Je kan echt van heel veel kandidaten specifiek zien, toch wel een beetje in welke hoek ze kijken. Maar ook weer niet te veel informatie. Klopt, maar ja, dat is vies dom. Ja, logisch, logisch. Mysterieus, mysterieus. Ja. Nou ja, verder hebben we nog dat Rian in der biecht zegt in opdracht 1 dat ze dyscalculie of dyslexie heeft. Ja, dus volgens mij nergens te lezen dat ze dat echt heeft. Ik zal het nog eens even navragen aan iemand die Rian ook echt kent. En waarom zou ze Verder. ook liegen? Ja, weet ik niet. Ik heb geen idee. Zou Misschien best is kunnen. het makkelijk om als mol te zeggen: goh, ik heb dat, dus als ik een fout maak, ben ik tenminste beschermd. Ja, zo doen we. Ja. Maar ja, de makers brengen het ook weer in beeld. Dus ja, Rian heeft natuurlijk die 4 stippen doorgegeven in plaats van 3. Dus dan zou het heel mooi kunnen zijn dat ze in de montage dan Rian erin gooien die zegt: ik heb dyscalculie slash dyslexie. En dan die 52 nog omgedraaid voor 25. 25 zei ze en 52 stond er, geloof ik. Ja, dan ja, dat ook Ja. inderdaad. Ja. Als spiegelbeeld. Ja. Echt. Oh. Tooske zegt trouwens nog aan het einde van deze opdracht dat ze Rosario totaal niet vertrouwt. En Rosario vertrouwt Tooske niet. Mooi, hè? En dan zie je dat Tooske eruit gaat. Ja, maar Ja. hij bedacht nog 3 personen, toch? Ja, klopt, klopt, zeker En waar. dan Tooske. Dus geen van drie niks. Maar het is wel verdacht dat hij natuurlijk Tooske opnoemt en Tooske eraf vallen. Dus zeker waar. Ja, dat vond ik ook. En ik vond Verder heb. 1 ding nog, Tim. Dat Ja, symbooltje dan. van de bloem. Dat vond ik wel een beetje verdacht veel brood lijken. Ik kreeg het ook nog een paar keer opgestuurd. Welk Ja, dat nul. symbooltje? Dat nul, wat Kees op het bord een meloen noemde. Wat je weer kan zien als Oh. een bol, kan je ook zien als een stukje brood. Ja, En een nou ja. broodsymbool Rosario. Ja, Leuk. zou leuk zijn. Zou leuk zijn. Leuke En hint. je kan natuurlijk van meloen, een mol. Vorig jaar natuurlijk, oh nee, een mol bij Jurre. Ja. Daarom gaan we twijfels wel komen. Een beetje een twijfelhintje. Maar goed. Na de eerste opdracht, gaan we anders wel heel hard. Wilde Babs met Rosario in een mondje. Gezondheid. Hoe kan ik terug, want ik ben ook een beetje op kou. Babs heeft natuurlijk meer informatie. Wil zij per se in een mondje met Rosario, omdat zij haar verdenkt, of omdat zij hem verdenkt? Ja, zoiets zei ze wel toch? Van dat ze een bondje graag wou met hem omdat zij hem niet echt helemaal vertrouwt. Klopt, Althans, ja. zoiets kwam het voor mij over. En Rosario had een beetje hetzelfde van dat hij al eigenlijk een bondje had met Fons. En Fons had dan weer een bondje met Tooske. Ja. Zoiets. Ja, het was een En ik beetje. kijk hier toch net iets anders naar, hoor. Omdat ik denk, dit zien wij. Je weet wat ik hierover denk.
Ze laten ons zo nadrukkelijk zien dat Babs op Rosario zit, terwijl ik echt mijn twijfels daarbij heb. Zij vult vraag in op ons. Ja, is ook zo. En dat vind ik zo verdacht. Waarom brengen de makers zo nadrukkelijk naar voren dat zij Rosario bedenkt? Waarom maken de makers Rosario totaal verdacht? Ja, is ook zo. Met al die hints, met alles erop en eraan, dan krijg ik daar een beetje argwaan voor door, hoor. Ja, maar... En Bob heeft ook nog ingepluisterd. Net dat ze terug was in het spel, ik ga de groep op een dwaalspoor brengen. En dat trek ik een beetje door. Dan denk ik, nou, pas op hoor, met Rosario. Ze kiest het misschien wel, maar ze kan ook gewoon daar een dwaalspoor leggen, hoor. Ze is natuurlijk wel de eerste afvaller geweest, hè. Die heeft geen Ja. revanche gevonden. Die wil dit spel winnen nu. Ja, Dat die zou zit ik ook ook wel hebben. in. Ik denk dat die ook Ja, wel in de finale zit. laatste kans. Ja, zo'n kans krijg je Ja. nooit. Gewonnen. Nee. Nee. Dus Ja. ik weet het niet. Ik weet het niet, Tim, hoe je hiernaar moet Kijk, kijken. Rosario wordt in de landelijke verdenkingen nu één van de minste verdacht na Babs. Vind ik bijzonder, eigenlijk. Vind ik best bijzonder om te zien. Of dat toch veel mensen zo hiernaar kijken. Ja. Dat we gewoon daarin worden gestuurd. Naar Bij Rosario. Rosario, dat bedoel ik. Ja, of juist niet naar Rosario. Ja, of te veel. Nee, want Rosario wordt... Ja, maar ik bedoel meer van... In de verdenkingen wordt Rosario nu de één na minste verdacht. Klopt. En Kees en Fons, die zitten daar nog boven. Dus dat vind ik ook alweer bizar om te zien. Want dan denk ik, oké. Het zijn ook gewoon de normale kijkers, zeg maar, die app gebruiken. En die kijken dan toch ook weer van, goh, Rosario zal het wel niet zijn. Wat ik ook raar vind altijd aan die peiling, als je dan kijkt naar Wie is de Mol Guido, even hem aanhalen, als je YouTube-kanaal. Hij doet ook altijd de peiling houden, dat Rosario daar gewoon al een paar afleveringen achter elkaar met de meeste stemmen staat. Dan denk ik, hè? Waarom op de landelijke staat hij dan zo laag en bij Guido Ja. staat hij zo hoog? Ja, maar dat is altijd. meer, dat is denk ik meer omdat niet elke 7 miljoen molloot natuurlijk in zijn theorieën kijkt. Ja, oké, zo bedoel je. Ja. Dus ik denk meer dat eigenlijk de molloten op dit moment, de molloten die hints delen, de kijkers meer richting Rosario laten kijken. Ja. En dat de normale kijkers juist totaal niet op Rosario zitten. Ja, ik heb het ook niet. Ik heb het ook niet. Omdat ik denk dat ik het gevoel heb dat we hierin mogen gaan manipuleren. Zoals zo vaak gebeurt. Als ik Ja, toch ik een weet beetje het. voor. Maar Nu ja, was weet je. echt handig. Nu. Ja. Maar. Rosario wordt in mijn ogen nadrukkelijk verdacht gemaakt. Ja, maar waarom wordt hij verdacht gemaakt in een aflevering waar heel veel geld wordt verdiend? En nou ja, vorige aflevering was het natuurlijk ook best wel verdacht, maar. Weet ik niet. Kijk, vorige aflevering was eigenlijk voor mij die aflevering Rosario de Mol. En nu? En dat was ook echt voor. Door die blikken die hij gaf in de biechten, dat was eigenlijk best wel mols. Eigenlijk kan je daar niet echt omheen dat het echt heel mols is, die blik. Van, Ja. of weet je Ja. dat? Maar hij heeft hij sowieso wel. In zijn biechten doet hij veel knipogen geven ook. Valt me op. Vaak Ja, doet hij dat knipogen ook. geven. Ja, dat ook. En dat is Kees dan totaal weer niet, bijvoorbeeld. Klopt. Die is meer grappig. Lig elke Klopt, keer ja. in een film Ja. met Kees, ook naar de opdracht waar we nou dadelijk naartoe gaan natuurlijk, even bruggetjes slaan. Daar vind ik Kees ook super grappig. Met dat hoedje op, hoe die daar staat, ja, dat is Kees. Ik lach om hem, ik vind het heerlijk. Dit is Ja. uniek. Normaal achter oplichters aan en nu staat hij te dansen in het Mexicaans met een hoedje op. Hè? Ja, 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 klein. ja. En nou ja, de Heerlijk. tweede opdracht, die heet bij elkaar passen. Er is hier wel weer gemold. Niet goed genoeg in ieder geval. Wat viel jij daarop, Giovanni? Toch wel weer Kees. Die me eigenlijk opviel met uiteindelijk de. Ja, hij was als een van de laatste, kreeg hij de informatie van Rick. En dan toch nog best wel verdraaien wat eigenlijk Rick tegen hem heeft gezegd. Dat viel me wel op. En.
Ik heb samen met mijn zus gekeken dan. En mijn zus vond zeg maar dat. Ja, vond het dan weer niet dat Kees opviel of zo. Ze zei van ja, dus dit zie ik ook gewoon Kees bij andere programma's doen of zo. Hij doet niet zoveel. Ja, ik weet niet. Ik vond het wel opvallend natuurlijk gewoon dat hij dan uiteindelijk toch verkeerde informatie weer doorfluistert. En ja, uiteindelijk, we hebben ook niet alles gehoord wie wat nou eigenlijk heeft gezegd. Dus Nee. waar het mis is gegaan, dat weten we natuurlijk niet precies. Alleen dus wat we Kees hebben horen zeggen uiteindelijk, dat viel wel op. Ja, over dat Kees rare dingen aan het verbeteren was tegen Anna, dacht ik. Ja. Ja. Wat ook opvalt, is dat bij een paar kandidaten we juist wel horen dat wat Rick zegt als omschrijving. Maar onder andere bij Kees en Rosario horen we niet wat Rick zegt tegen hen qua omschrijving. Nee. Rick kan ook hebben gezegd van succes mol of zo. Is leuk beeldmateriaal voor de finale. Ja. Nou ja, Kees geeft per ongeluk het woord mannen door en verbetert het naar mensen. Uiteindelijk was er iets fout met de briesje? Arjan, jij weet dat. Er was iets Nee. over dat Kees dat woord verbeterde naar mensen. Maar Ook daarna zei hij nog met die iets wat fout was. Ja, broodjes. die. Ja. Dat mensen zonder broodjes weg moesten gaan, was het goed juiste. Maar hij zei met tegen Anna. En Anna, die verbetert hem, geloof ik, of corrigeert hem. Maar begrijpt het toch verkeerd uiteindelijk. Dat vind ik ook verdacht, hè? Wie zegt het daar verkeerd? Kan twee kanten op. Kees kan het verkeerd aan Anna Nou, niet ik doorgeven, denk. want het gaat ook spelen hiermee. Ja, om daarop aan te sluiten. Kees die verbetert sowieso al dat hij zegt eerst mannen in plaats van mensen. En daarna zegt hij mensen. Dus hij verbetert zichzelf al. En dat kan natuurlijk ook weer verwarring zaaien, natuurlijk. Ja, en volgens Anna deed hij dat altijd. Ja, maar Anna die probeert haar misschien ook wel weer verdacht te maken. Kees weer Juist. verdacht te maken. Precies. Dat zegt mijn gevoel ook een beetje. Wat was er in opdracht 2 nog meer heel verdacht? Dat Rian en Anna met de waaier stond, vond ik wel een beetje verdacht. Die Ja. twee. En ik vond het shot vooral dat Rian dansend opkwam met die waaier zo, vond ik helemaal verdacht. Vond ik zo erg op ingezoomd van de makers dat ik denk, oh, dit lijkt mij zo op die opening. Want wij zitten zo te denken dat de mol daar met een waaier heeft gestaan. Ja. Ja, kan zo. Kan zomaar. Oh, wat een goeie, Arjan. Het komt even in mijn Ik weet hoofd niet. nu. Ja. Ja, ik weet niet of het een goed is. Ik weet niet. Ik weet niet. En voor de rest een tijdcode. Die klok. Naar de rand die in beeld komt, die 9 uur 17 aangeeft. En als je dan in de aflevering weer gaat kijken, weer Rian in beeld. Ja. Dus dit zien we al een paar keer terug. Arjan, zou jij Rianne een leuke mol vinden? Lang over nadenken, maar ik denk ja, qua rondom hoe ze is als persoon. Nee, hoe ze is als mol tijdens dit seizoen. Dus daarom denk ik nee, Rian is de mol niet. Ook heb ik nog wel over die testvraag zitten nadenken. Iedereen streept daar daardoor af omdat de keuze van de mol er niet op staat. Maar misschien moeten we dat eens even opdraaien. Ja, want het Wij zou als. zomaar. Luister eens, heel even. Wij als Yes. kijkers kunnen dus nu zien wie de mol wel is, omdat het antwoord van de mol weg is gelaten. Dus de goede antwoorden wijzen naar de kandidaten die erop staan. En wij hadden het kunnen zien omdat het antwoord van de mol mist. Ja, dat En zou heel dan goed kunnen. kunnen we die wel weer zien als mol. Dus al die dingen kan je altijd wel weer een beetje omdraaien, waardoor het toch wel weer wijst naar Rian. En Rian is natuurlijk wel vanaf het begin, vind ik haar wel verdacht met dat montagefoutje. Dus wat we ermee moeten, ik weet het niet. Maar luister ik naar mijn gevoel, dan denk ik, vind ik het een leuke mol, hoe de vraag die jij stelt, dan denk ik, ze is wel heel passief. Maar dat is wat we zien. Ja, klopt. Dus Ja, ik weet het klopt. niet.
Nee, ja, ik zou persoonlijk denk ik toch in dit seizoen dan voor een man kiezen als mol. Als ik er nu zo naar kijk. Er zijn al best wel wat Anna? vrouwen uit. Nou Anna ja, afstrepen? Anna is een. Nee, ik zeg niet dat ik er afstreep. Dat zeker niet. Ik kan zeg maar eigenlijk gewoon niemand afstrepen. Als ik er zo naar kijk, eigenlijk niemand kan je afstrepen op dit punt. Niemand. Nee, omdat ik Anna wel echt een molfiguur vind, gewoon nu. Nu ik uit die tunnel van Tooske ben gedonderd. Ja, dan zie je op een andere blik Ja. ga je altijd kijken naar kandidaten. En dan denk ik, ga toch eens al die kandidaten weer even langs. Kees even langs, Anna even langs. Want ik verwacht toch, de mol zit daar. De mol zit tussen die namen in mijn hoofd. Ik kijk gewoon niet naar Rosario, naar Fons of naar Rian. Omdat ik gewoon denk van nee, die zijn er niet. Ja, kijk, En Rian dan is natuurlijk kijk ook. ik naar Kees en naar Anna. En dan denk ik, Anna wel de beste hints op dit moment heeft. En de laatste hint die is gevonden, wil ik wel even een kleine opleiding voor geven van spiegelbeeld. Dit is gewoon een klapper van een hint. We komen heel veel door gespiegelde beelden langs. En als je de naam van Anna nou eens even spiegelt, Ja. kan je die omgedraaid lezen, maar je kan hem ook voorlezen. En dan denk ik, ja, dit is wel een hele goede hint hoor. En dan met de dag van de mol. Ze is jarig Ja. op die dag. Ja, Die de ballonnen. ja. De in de waarzeggersbol. Dat de muzieknoot op de A-noot op de molnoot staat. Ja, dat is A, mol. Ja, dat zijn allemaal van die hints dat ik denk, ik heb er allemaal overheen gekeken. Ik heb ze gewoon weggestopt. Maar Dat dit is zijn wel wel zo. goede hints. Klopt, maar ja, weet je, dan denk ik ook weer aan die glazen bol naast de waarzegger. En ik weet, ik kom daar heel vaak op terug. Maar die vind ik ook nog steeds net zo sterk als die ballonnen, eigenlijk. Ja. En dan zit ik Maar toch weer naar Kees, Fons of Rian te kijken. ook daar kan je weer een dwaalspoor zien. Zoals Ja, dat het dit zeker. heel goed is. En dan kijken wij in het oog. En wij denken dat de mol blauwe ogen heeft. Wij staren ons blind op die blauwe ogen. En in de tussentijd kan Anna gewoon alle tijd en ruimte hebben om gewoon te mollen. Ja, is ook Dus de zo. makers zijn er natuurlijk ook wel van bewust, hè? Net als die Kim Ja. Lian-hint. We staren ons blind op zo'n hint. Is ook zo. Is ook zo. Maar we gaan even verder. Ja. Na de tweede opdracht horen we dat de test analoog is. Ja, leuk hè. En daarvan kan je maken. Anna loog. Ja, eerlijk. Eerlijk weer. Als het de Ja. mol is, eerlijk natuurlijk. Maar dit vind ik echt weer zo'n soortgelijke hint als met die vogelverschrikker Mollik. Het is precies Ja. weer die hint. Maar het is wel leuk. Nou, dan gaan we alweer door naar de test en eliminatie. Elimicucci. De Elimicucci. Zoals Oh Sam het ja. zou zeggen. Nee, ja, leuk, leuk. Ik heb alle testvragen gekregen op een rijtje. Bij Kees zien we niet ja, wat hij doet. Hij laat niet merken in zijn biecht op wie hij zit. Bij Soor ja, worden er geen beelden getoond van de antwoorden die hij invult. Wel hoor je hem nadat vraag 18 in beeld komt zeggen naast Fons. En dan weten we dat vraag 18 naast wie stond de mol op de groepsfoto van aflevering 6. En dus zegt de Rosario hier dus naast Fons en volgens. Noah waren degene die naast Fons stonden op de achterste rij, Anna en zichzelf. Hij kan dus ook heel makkelijk op zichzelf hebben gestemd, natuurlijk. Of natuurlijk heel erg op Anna zitten. Ja. Anna. Zit Rosario op Anna? Ik weet het niet. Vogelgeluidjes. Ik weet het echt niet. Nee, ik weet het ook niet. Dan hebben we Tooske. Die vult bij vraag 15 Italië in. Nou weten we dat vraag 15. Wat is de favoriete vakantiebestemming van de mol? Ik heb geen idee van wie de vakantieland Italië is. Nee, is ook niet duidelijk, hè? Nee, helaas. Dan hebben we Rian. Bij vraag 13 vult zij nee in. En bij vraag 19 vult zij ja in. Vraag Daarom 13 moet ik was. weten.
Ja, Wat zei sorry. je? Dat vind ik vind mysterieus dat vraag 19 niet in beeld is gekomen. Maar Maar kijk, ik dat zie het zou. niet zo helemaal. Ja, maar vraag 19, vraag 16 dacht ik. Eens om ons schema's heb ik hier het nou voor me. Vraag 13 was: moest Mol op de dansvloer blijven aan het einde van de opdracht met het volksdansen? En vraag 16 is open, 19 is open en 11 is open. Ja, nou denk ik dat 11 is 11 open. Ja, Oh 11 is ook open. ja. Nou ja, denk ik dat ik één van die drie vragen, dat het de penningmeestervraag is, lijkt mij. Dat zou best wel logisch zijn. Maar ja, die andere twee vragen zijn natuurlijk best wel lastig om te bekijken. Ja. Ja, één vraag viel mij op. Hoe vaak is de fiets van de mol gejat? Het is zo'n vreemde Ja. vraag. Dus ik ben op gaan googlen. En ik denk, ik wil toch eens weten of ik iets kan vinden. En dan vind ik Gerritse advies. En dat gaat over gejatte fietsen. Ik denk, oh, ik zou het. Ik ben weer naar Gerritse, weet je wel. Ik denk, ja, leuk. Maar ik moet ze toch even vertellen, weet je wel. Ik denk, dat Ja, is de enige leuker. link die ik kan vinden. En dat ik dan denk. Als ik het dan indruk, dan krijg je ook Kees van der Spek te zien natuurlijk. Maar ja, oplichters. Hij zoekt naar oplichters. Mensen die fietsen jatten, vind ik een beetje een kleine oplichter. Maar ja. Wat moeten we met zo'n vraag weer al? Ik zit echt te denken, hoe kunnen we daar nou Ja. achter komen? Wel een fiets van een kandidaat 6 keer zijn gejat of zo. Net als Daniel vorig jaar, weet je nog? Dat zijn Ja, fiets ja, elke keer ja. werd gegeven. Ja. Of per pistolen. Nou, toen wist ik het. Maar nu kan ik niks vinden hoor. Maar ook vraag 9, dat is wat zou de mol het liefst nooit meer willen missen in het leven. En Anna vult daar puddingbroodjes in. En puddingbroodjes, we weten van wie het antwoord is namelijk van Fons. Ja. Zit Anna dus heel erg op Fons en ligt zij de volgende aflevering eruit? Of is ons de mol? Of is Fons de mol? Of Anna? En toen ging het licht uit. Want daar heb ik een beetje een sterkte in, Tim, naar Ja. Fons. Ik weet niet of ik dat stukje een beetje heb geluisterd in die 4 seconden, maar er wordt heel erg geknipt. En dan in één keer zegt Wabs, nee, ja, nee, Fons. En dan, precies als zij Fons zegt, zie je de vraag 20 in beeld. Wie is de mol? En dat zie je alleen bij Babs. Die vraag 20 in beeld. En dan hoor je, je ziet wie is de mol. En je hoort Babs zeggen Fons. Ja, is ook zo. Maar volgens mij zijn Kan je ze heel makkelijk blauw. maken. Volgens mij zijn ze blauw water en dan Ja, fonds. Fons. Blauw fiets fonds was het. Blauw fiets fonds heb ik hier opgeschreven. Dus dan is vraag 19, fiets. Fons. Dus heeft het iets met die fiets te maken? Ja. Ja, hier. Ik heb hier bij vraag 8 vult zij meer invoelend in. En dat is welke eigenschap de mol zou graag willen zou, de mol graag zou willen hebben. Bij vraag 10 vult zij 6 in. En vraag 10 is. Wacht, wat is vraag 10? Ja, hoe vaak is de fiets van de mol gejat? Daar vult zij dus 6 keer in. Daarnaast, wanneer ze haar tijdens haar loopjaar strategie vertelt hoe ze antwoorden onthoudt, noemt zij achter elkaar blauw fiets fonds. En hierbij worden achter elkaar vraag 14, 17 en 20 getoond. Wat betekent dat zij op fonds zit als mol? Luister, dan klopt het niet. Blauw fiets fonds, zeg je. Vraag 18 is, naast Ja, wie stond klopt. de mol op de groepsfoto van aflevering 6? Daar ga ik geen blauw antwoord op geven. Het was vraag 14, Ja, 17 en 20. maar nou nog een keer. 18 heeft ze dus Ja. blauw onthouden, 19 fiets en 20 fonds. Zo kwam het in beeld. Dus Oh. snap ik dat je knipt. Ja, daar is in geknipt, inderdaad. Die volgorde is geknipt. En waarom doen ze dan op die, als er Fons in beeld komt, dat bordje Wie is de Mol naar voren aan? Maar waar slaat blauw dan op? Op Op een welke vraag die van vraag? tevoren. Ja, op welke Hebben ze vraag? het expres zo geknipt dat het Fons bij het vraag 20 in beeld komt? Die waar Babs op dat moment langs loopt. En dat vind ik Ja. verdacht. Dat Maar bedoel ik. die. Dat kan een heel klein hintje zijn aan Fons. Van de En makers die. geven ons aan Wie is de Mol? Ja. En dat blauw, dat kan niet slaan op een van de vragen die bekend zijn. Maar dat antwoord blauw kan denk ik vooral slaan op de vragen die we niet weten. Dus 11, 16 en 19. Ik denk dat daar iets is Ja. van welke kleur de mol droeg, bla bla bla.
Klopt. Dus ja, Maar dat weten we dan maar niet. duidelijk gewoon geknipt. En wat ik gewoon verdacht vind aan dit hele shot, buitenom dit heen, is dat vraag 20 in beeld komt en dat Babs Fons zegt. Het is een heel klein stukje en je ziet er maar één keer vraag 20 in beeld. En Klopt. precies als Fons wordt gezet. Dus ja, als Fons de Mol is natuurlijk heerlijk gemonteerd. Zeker waar, zeker waar. Verder weten we ook dat Babs sowieso op een man zit als mol. En ja, ja. Maar ja, op wie zit ze uiteindelijk? Echt op Fons of op Rosario? Misschien ook wel allebei. Dat zou op zich ook nog wel goed kunnen. Ik denk dat zij gewoon een Weet beetje op beide zit. Stel je voor, Justin die zat op Fons en Jip zat op Rosario. Of die zaten allebei juist niet daarop, bedoel ik. Dus Jip zat niet op Rosario en Justin zat niet op Fons. Dan kan dat natuurlijk zomaar zijn dat zij eruit zijn gegaan en dat ze dat hebben verteld aan Babs. Waardoor Babs denkt, oh ja, Fons en Rosario hebben jullie allebei niet verdacht. Dus... ja. Nou, maar je kan natuurlijk echt elke kant op hiermee. Dan ligt Enige wat ik. Rosario. Oh, Ja? sorry hoor. Enige wat ik Nee dan hoor. verdacht vind, wat jij nou net zegt, is dat Rosario richting Fons kijkt. Dat ik ook het gevoel heb dat Babs Rosario bedacht maakt, maar dat ze naar Fons kijkt. Dan kijken er best wel wat naar Fons. Ja, maar ook naar Kees. Dus Fons en Kees. Dus dat gevoel. Ja. Wat raar. Maar dat geeft de test ons, hè? Dat is niet zo dat dat echt is, Maar wel natuurlijk. iets om te ophouden, denk ik. Ja, want Fons, die zit op vraag 6, vult hij ja in. En dat is de vraag, heeft de mol bij het bord met de Maya-code gestaan? En daarop stemt hij dus Tooske, Kees en Fons, want die hebben bij het bord gestaan. Nou is Tooske afgevallen. En Fons, ja, die zou denk ik niet als kandidaat op zichzelf stemmen. Dus zit hij vooral op Kees, op die vraag. Ja. Ja. Ik vind het wel leuke vragen trouwens. Ik heb, als ik naar de vragen zit te Ja. kijken van de test, ik vind het wel echt bijzonder dat we zo'n grote inkijk krijgen. Ja, ik vind het ook wel leuk om een keer te zien. Bijzonder. Gio, viel jou nog iets op in de test? Want we horen jou heel weinig. Nou, niet per se in de test. Maar we hebben natuurlijk voor het eerst gezien dat Fons geen scherm kreeg te zien. En zijn reactie daarna vond ik wel opvallend. Het was niet dat hij zenuwachtig was of zo. Hij deed iets raar met zijn wenkbrauwen toen hij een groen scherm kreeg. Dat vond ik wel opvallend. Ja. Maar in de test, ja, niet echt eigenlijk. Ja, vooral wat al besproken is met dat groep van Babs, inderdaad. Ja, En ik ik denk, vind. ja, ik weet niet zeker of ze op Fons zit. Ik geloof daar niet echt in. Ik denk meer dat ze op Rosario zit en dat ze Fons heeft ingevuld op vraag 18. Naast wie stond de mol op de groepsfoto. Ik meer dat ze daar Fons bedoelde dan dat ze eigenlijk daadwerkelijk op Fons zat. Aangezien in de aflevering komt heel erg wel naar voren dat ze eigenlijk Rosario niet vertrouwt. En veel opdrachten wil doen met Rosario om hem in de gaten te houden. Dus ja, heb ik wel de twijfels van, ja, hoe echt zit ze nou op Fons dan? Als ik dat moet geloven. Ja, want vorige week bij de koetsopdracht keek ze natuurlijk ook al gelijk naar Rosario om in een duo te gaan. Ja, klopt. Maar ja, zoals Arjan zegt, kan het ook gewoon een omleiding zijn. Kan Ja, twee allemaal kanten op. heel, heel mysterieus allemaal weer. Nou, ik ga afweten. Ik ga ook met Giovanni mee in wat hij nou net zegt, toch? Het kan echt twee kanten op. Ik weet het echt niet. Je kan er twee kanten op zien. Of de makers laten het gewoon in je face zien. En Rosario is gewoon een mol dadelijk achteraf. Of het is gewoon weer een dwaalspoor. Omdat Ja. ze het toch heeft gezegd in die piek vooraf. Dat ze de groep op een dwaalspoor gaat brengen met de informatie die ze heeft. Ook met bondjes. Als ze die aangaat, dat ze die in die bondjes ook gewoon niet de waarheid gaat vertellen. Dus ja, we weten het niet. We weten het niet. Wat doet ze? Ja. Ik moet eigenlijk vandoor.
Want Is goed, mijn Gio. oma komt aan. Die is. Is Is goed, goed, Gio. Gio. Even zijn Oh ja. mol. Mijn Rosario. mol. Nee, Rosario. ik denk toch Rian nog steeds. Eigenlijk. Blijf bij Rian. Gewoon Rian weer nog omdat. steeds. Ja, ik denk dat dit seizoen. Ik denk dat ze niet de juiste mol hebben gekozen. Aangezien. Toch weer deze aflevering best wel weer veel geld in de pot is gekomen. Uiteindelijk heeft die 3000 wat eruit is gespeeld door Rosario eigenlijk geen zin gehad. Want ja, we hebben deze aflevering hebben alweer zowat 4000 euro verdiend. Dus ze zitten eigenlijk alweer op het bedrag wat eerst vorige aflevering al in de pot zat. En daarnaast, ja, met de eerste opdracht. Als mol zijnde kan je best even hier of daar een steen in het bosje gooien. Of dat het toch net niet gaat kloppen. En dat er maar één tafel dan mis is. Ja, dat vind ik dan. Nee, niet. Vind ik eigenlijk een beetje teleurstellend of zo. Om het maar zo te zeggen. En ja, hetzelfde met opdracht 2. Ja, omdat fluisteren. Overal kan je wel een keer een foutje maken, lijkt mij. Toch even iets anders doorgeven. En uiteindelijk hebben ze toch 4 van de 6 of 5 van de 6 hadden ze goed. Als er uiteindelijk één fout. Ja, dan. Dat vind ik zelf jammer eigenlijk. Aangezien. Ja, de mol in mijn ogen wel meer heeft kunnen doen daar. Of even op de dansvloer een verkeerde eruit pikken om dan te kunnen zeggen van joh, nou, maar ik kreeg deze informatie door van iemand. Dus ik denk eigenlijk dat de productie een fout heeft gemaakt dit jaar met de mol. En dat, ja, misschien is het ook wel, ja, natuurlijk, je hebt ook wel, de groep is natuurlijk best wel gewoon echt gewoon een groep die er wel voor gaat. Dus dat is natuurlijk voor mol zijn is dat ook niet makkelijk. Maar ik heb gewoon het gevoel dat de mol eigenlijk bang is om te mollen of zo. En dan valt Drian weer voor mij op. Aangezien, ja, zoals ik al eerder zei, eerst per aflevering was ze echt heel erg in de groep met de groep opgegaan, zeg maar. En daarna toch wat zakte ze naar de achtergrond en was ze weer wat stiller. Dan denk ik wel van, ja, maar waar ben jij eigenlijk? Zoals in aflevering 2, 1 en 2 was, hoe je daar was, zeg maar. Toch wel wat feller tegen de groep op ingaan. En dan, ja, vanaf aflevering 3 wat terughoudende. Dat vind ik dan opvallend. Ja, ik snap je heel goed, joh. Dus ja, voor mij blijft Rian nog de mol. Maar Nice. iedereen kan het zijn eigenlijk, om eerlijk te zijn. Het zal volgende week wel weer veranderd zijn. Dat zou zeker kunnen. Als Rian eruit gaat. Hij zit al een tijdje op Rian, toch? Nu? Ja, eigenlijk sinds dat Justin eruit is gegaan, heb ik wel Rian gevoeld. Ja, nice. Dat zou maar kunnen zijn, hoor. Ja, Ja. ja. Want dat doet ze anders nog in het spel, hè? Dat vraag ik Dat mezelf wel eens af. rondjes Vraag ik lopen. me ook af. Ja, Ja, maar wat doet ze anders nog in het spel? rondjes Ja, lopen. dat is echt een goeie, want ja, ik merk ook niet echt dat ze in de groep opgaat of zo, Nee, om eerlijk te precies. zijn. Dus Nee. hoe komt ze dan aan haar informatie om nog in het spel te blijven? Juist, die vraag stel ik mezelf ook af, wat je nou zegt. Ja. En dat is wel meestal, en die is de mol gegeven, bij oudere kandidaten. Klopt, zeker waar. Ja. Ja. Er zitten er nog twee in, Kees en Rian, die wat ouder zijn. Dus ja, meestal na aflevering 5, als die er nog in zitten, is één van die twee toch echt wel de mol. Ja. Ja, maar ja, we moeten dat ook niet vergeten natuurlijk met Thomas in het seizoen van Everon. Ja, Hij was klopt. voor de finale eruit gegaan. Dus. Helemaal één. Ja, is ook zo. Ja. En nou heb je En het natuurlijk wel over Kees van der Spek en je hebt het over Rian en Gerritsen. Dus ja, die kennen ook wel wat meer dan ja. René Dan een René Fokker, inderdaad. Ja. Sorry, René. Als je luistert. Ach ja. Nee, maar Het is ik een ga er vandoor, want mijn oma is Yes. er. Want Yes. Fijne dankjewel. verjaardag. Fijne Dankjewel. verjaardag. Jullie fijne dag verder. En ik Thanks. spreek jullie. Dus, doei. Later. Doei. Later.
Zo, nu kan het Oh. feest beginnen. Oh nee. Gaan we de polonaise doen dan? Hey, carnaval, carnaval. Hey Ja, Arjan, juist. moet jij geen carnaval vieren eigenlijk? Nee, ik heb mijn geld uitgegeven aan andere dingen. Oh ja. Oh ja. Aan een auto vond ik wat belangrijker. Ja, dat is zeker ook wel wat belangrijker. Ja, zeker. Even kijken. Ja, wat er nog opvalt bij de eliminatie is dat Kees natuurlijk weer achter de afvaller zit en ook weer de afvaller aanraakt. En dat is al 5 afleveringen achter elkaar zo. Ja, best wel verdacht, eigenlijk. Hij is gewoon klink klaar. Hij is goed. En zeker met als je hem doortrekt naar het begin, een handje helpen. Hij raakte ze Ja. in het begin natuurlijk aan. En hij raakt ze nu gelijk op het einde aan. Dus ja, Klopt. mooi. Ja, Tot heel nu toe mooi. goed. Alleen ik heb ook wel een klein beetje zo'n ervaring met dit soort hints dat in één keer in de aflevering. Ach, waarom Kees, waarom doe je het niet weer wel? En dan Ja, aflevering. zul je zien dat Kees het ineens de aflevering hierna gewoon niet meer doet. Ja, precies, precies, precies. En voor de rest, heerlijk gevoel om weer naar een eliminatie te kijken zonder dat we op de stoelkleuren moeten letten. Want ja, dat was wel heerlijk. Ja, klopt, De eerste ja. eliminatie die ik heb gezien zonder dat ik daarop lette. Ik denk, oh, die kleurenstoel hoef ik niet meer naar te kijken. Hey Arjan, ik heb nog iets leuks. Oh, nou komt het. We hebben 2 voice memo's ingestuurd gekregen van 2 molloten. Oh, Mocht je zelf, jij zit nu te luisteren en je denkt, goh, ik wil ook wel graag een keer iets zeggen in de podcast, dan kan dat. Stuur mij even een DM via Tim uitroepteken op Instagram. Of join even de WhatsApp groep. En die link staat in de beschrijving van Spotify, maar ook van YouTube. En dan kan je daar ook je spraakmemo's laten weten. En wie weet zit jij dan volgende week in de aflevering. Dan gaan we eerst luisteren naar die van Corné. oké. Niet Corné van Tunnelvisie, maar gewoon Corné, Molloot Corné. Bij de laatste opdracht van de afgelopen aflevering zien we enveloppen staan waar 1 joker, 2 jokers, 3 jokers of een topito in kunnen zitten. Deze enveloppen staan toch echt ergens tegenaan. Ik vind dit persoonlijk op een hoed lijken. Welke van de kandidaten hebben allemaal een hoed op? Dat zijn Rian, Risa, Rosario en Tooske. Dit kan een hint zijn dat ze die hoed gewoon even daar neer hebben gezet. Ja, Vind ik een goeie. bedankt Corné. Dit gaat natuurlijk over de afgelopen aflevering, dus de vorige week, bij de bakjesopdracht. En daar lijkt het inderdaad dat de enveloppen zeg maar staan tegen een hoed. En ja, zoals hij zegt, zijn daar best wel een paar kandidaten verdacht in. Ik Leuk. heb hier toevallig met Ik ben Mol Levi over zitten praten in de chat, omdat ik viel mij op wat Corné zegt. Ik denk, hé, het is een hoed. En Mol Levi heeft die beelden een beetje bekeken en hij zegt dat het een rietmandje is. Een Dus rietmandje. ik wil misschien moeten gaan achterzoeken. Maar ik vind de link heel erg leuk, omdat ik er zelf Ja. ook naar keek. Maar vind ik Rosario is een hoedje er het meest op lijkt. Klopt. Dus leuk. Zeker leuk wat Ja, Corné hier heeft. ja, zeker, zeker. En we hebben er nu ook nog een van Anna. Nou, mijn liefje. Ja, Nou, Anna. dit. Wie zijn Niet we? Anna. Niet Anna uit het seizoen. Oh, een echte Anna hint naar Anna? Of? nou, volgens mij wel, ja. Goh. Anna doet best veel. Daardoor wordt er veel op haar gelet. Maar als de kandidaten eens een keer niet opletten, dan kan ze toeslaan. Zo ben ik een beetje bezig met op iedereen letten dan. Ja, precies hoe ik erin sta in het seizoen, denk ik. Net zo Ja. onduidelijk. Ja. Ik snap Ja. haar. Ik Ja. snap Anna. Ik Ik snap snap Anna Anna ook. helemaal. Ja. Precies sluit ook aan bij de afleveringtitel, hè? Afvragen. Dus ik denk, ze heeft hier niet van het seizoen te pakken. Ik vraag me ook echt af hoe de mol is. Ik ook. Zeker waar, zeker waar. Nee, leuk. Dus nogmaals, zit je nou te luisteren en denk je, goh, ik wil toch echt ook even een keer wat zeggen in de podcast, dan kan dat. Voor de rest kan je ook een keer joinen, gewoon echt in beeld. En dan je hint en theorie delen met ons.
vinden wij ook echt super leuk. Toch, Arjan? Ja, zeker weten. Het is altijd Nou, leuk om mooi. meerdere te horen hoe ze denken en hoe ze kijken naar wie is de mol. Ja, zeker waar. Hey, Arjan. Ja. Wie is de mol? Voordat je daar naartoe gaat, heb ik nog Oh, één klein ding. dat mag. En dat is naar Rian. Het is jammer dat Giovanni weg is. Maar Rian doet in een biecht, legt ze iets uit over bij de dansopdracht en doet ze dit maken. En dat is de vorm van een masker. En toen dacht ik ook gelijk weer in aflevering 1, zat de mol achter een masker. Ja, En ja. ze hield wel expres even de handen zo voor de ogen. En dat vond ik wel weer een heel mooi rondje. Ze maakte de maskerafbeelding met de hand. Goeie. Vond ik een hele Ja, leuke. leuk. En Rian doet dit wel eens vaker, verwijzen naar aflevering 1. Stiekem Ja, al. ik vind hem leuk gevonden, Arjan. Net zoals Vind je dat het dan masker goed? met op die markt had ze ook een masker gepakt. Ja, en voor degene die in de Rosario-tunnel zitten, de roze kwam weer in beeld met die kerk. Die kleurde de kleur roze. Dus ja, wederom een verwijzing naar roze. Ja, Rosario. En Ja, Rosario leuk. natuurlijk, even niet te vergeten, hangend in de mat bij de Ja, uitspraak. Dan ja. gaat nooit naar huis. Lekker chillen, zonder Ja, ja, molboekje. ja. Lekker zonder molboekje. En waar we het al denk ik een beetje over hebben gehad, dat vind ik misschien wel de beste. De spiegeling van dat café met het bontje buiten bij Rosario en Babs. Dat wordt gespiegeld in beeld gebracht. Rosario is al een keer gespiegeld in beeld gebracht. Rian, die gespiegeld de cijfers opnoemt van min 52 en zegt min 25. Dat kan je allemaal wijzen naar Anna, die haar naam kan je spiegelen. Dus yo, ik vind dat een hele scherpe hint. Ik ook. Ik vind die echt goed gevonden. Verder staat wie is de molvorm. Even de juiste plek aangeven trouwens. Want daar gaat, had iemand hem gevonden. Wie, weet ik niet. Maar daar las ik hem. Leuk. Leuk, Ja, Arjan. vond ik ook. Ik vond hem ook leuk. Maar dan komen we nu toch echt bij de vraag. En dat wordt echt een van de moeilijkste dingen in de afgelopen podcastaflevering. Niet? Nee, Jij ik vindt dat denk het heel niet. makkelijk? Mag je één naam noemen of mag je er twee? één hoofdmol en één bijmol. Anna Kees. Oh. Ja, ik Kees Anna, denk ik juist. Ja, het is goed. Lekker. Zit Zitten we wel toch weer dezelfde op, richting in ja, zitten we elkaar. toch weer op één lijn, inderdaad. Ja, zeker waar. Nou. Nee, maar ik ga de Kim-tunnel in. Kim heeft het vanaf aflevering 1 lopen roepen, Anna is de mol. Een paar anderen hebben dit gedaan. Ik vind die Ja, hint maar goed. Kim Maar die ik vind de zei. hint van Kim ook goed. Klopt, maar Kim die zei gisteren nog, gisteravond, dat ze juist Anna veel minder verdacht vindt worden. Dat is gevaarlijk om van je mol afstappen. Ja, dat is heel gevaarlijk, dat weet ik. Maar goed. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het Nee, niet. we Ik weten zou niet. Kim het geniaalste mol vinden natuurlijk, Tim. Ik ga helemaal Ja, met ik jouw ook. gedachten mee. En ik ga ook met de gedachten van mijn familie mee. Want die roept het al tijden. Mensen roepen het al tijden tegen mij. Kees is de mol. Je ziet het niet. Kom nou niet in ons uit. Ik zou het geniaal vinden. Echt waar. Dan hebben we nog even, heb ik nog een bericht gekregen van Peter. Die stuurt mij altijd de fandag. De forumberichten op die ik niet mag missen. En er is nu een bericht op het forum gekomen dat de fandag waarschijnlijk een kleinschalige fandag wordt georganiseerd door Mol Lote van het forum. Met assistentie van de Afrotros wordt georganiseerd. Dus ja. Dat zou natuurlijk in ieder geval heel erg leuk zijn, lijkt mij, toch, Arjan? Ja, dat wel. Jammer. Zou jij daarheen gaan? Weet ik nog niet. Ik ga naar best veel dingen. Maar zeker als ik de tijd zou hebben, ik ga er zeker naartoe. Leuk, leuk. Ongehaald. Maar ik vind het wel Leuk. jammer dat we die mol Avrotros hier gewoon geen aandacht naar besteden.
Geef Nee, gewoon vind ik even ook. wat terug aan de fans. Geef gewoon wat terug aan de fans. Besteed daar gewoon aandacht in. Er is niks leuker als met de kandidaten even nog even het seizoen nabespreken. Even Ja. die kans hebben om vragen te stellen. Besteed je aandacht daaraan, Ja. Avrotros. En dit is gewoon een kleine oproep vanuit ons. En wij kopen met liefde allemaal een kaartje. Met Ja. liefde zijn we daar allemaal met elkaar. En het is gewoon een leuke dag om met elkaar te delen. En Klein dingetje. daarover, kijk, daarover. Sorry, nog even één zin. Het forum natuurlijk, hartstikke leuk instituut. Hartstikke leuk. Top. Maar daarover ook. Als Avrotros dan bijvoorbeeld niks zou organiseren, dan mogen Mol Loten zelf ook niks organiseren. Ja, en dat vind ik dus weer flauw. En dat Weet ligt niet je? bij Wie is de Mol. Dat ligt bij Avrotros dit. Ja, weet je, Trust Nobody bijvoorbeeld, de podcast, die wilde heel graag een kijkmeeting organiseren. Toen ze dat bijna allemaal geregeld hadden, want dat wilden ze ook echt gaan uitvoeren. Was helemaal gratis voor Mol Loten en zo. Kwam Avrotros om de hoek en die zegt: nee, het mag niet. Ja. Ja. Ik vind het gewoon een Ja, laat maar. beetje. Ik vind het. Want IDTV daarentegen, de mensen die echt het programma maken, die vinden het juist wel heel tof dat wij dit soort dingen doen. Zoals een podcast en dingen waardoor het programma alleen maar groter van wordt en groter van groeit. Dat vinden zij alleen maar leuk om te zien. Maar Avrotros is daar heel erg commercieel in. Echt heel erg commercieel. Die zien ons liever nog vandaag vertrekken, Tim. En dat is niet alleen wij, inclusief iedereen. Ze vinden er echt wel leuke dingen tussen, zoals wat Sien doet, zoals wat dingen doet. Leuke video's maken, zeker waar. Het wordt echt wel bekeken, maar ze zien ons liever vandaag nog vertrekken. Klopt. Maar waarom denk ik dan? Want juist als wij allemaal zouden verdwijnen. Onmogelijk maken om hun een programma te laten uitzenden. Dat is Op een wel zo. normale manier. Dat is wel Ze zo. moeten ook wel over nadenken, hè, Tim. Echt Ja. overvoerig wel. Ze hebben de Maar hekel aan ons, hoor. Echt ja, waar. maar dat doet IDTV vooral, hè? Ja, maar ook Avrotros die heeft daar wel invloed op. Ja, oké. Okay. Maar toch. En Ik vind dat de jammer. kijkcijfer. De kijkcijfer, het geld wat erachter zit, het winstmarkt. En wij zijn natuurlijk, we doen wel plagaat van hun beelden, van Ja, dit. ja. Ja, Ja, dat is ook zo. allemaal met winstrechten te maken. Terwijl wij doen helemaal niet aan plagaat. Wij zoeken met ze mee naar de mol. En daar moeten we af en toe een beetje beelden voor gebruiken. Maar als je goed kijkt, we verwijzen allemaal naar Wie is de Mol, Avrotros. Doe niet zo moeilijk. Nee. Wij maken het programma ook mee groot. Maar ja, zo gaat het in dat Ja. wereldje. En jij gaat er zelf nou een stage in lopen. Je gaat er meer in verdiepen. Wat je me hebt verteld. Uiteindelijk ga jij de waarheid ook weten. Dan zie je hoe het gaat in het werkelijke wereldje. Ja, Dan is dat het weet alleen ik. maar om één ding: geld en kijkcijfers. Dat klopt. Maar ja, weet je, ik denk juist weer, door dit soort dingen, zoals wij nu doen, stijgen de kijkcijfers alleen maar meer. Want wij laten bijvoorbeeld geen beelden zien in de podcast. Maar als we het wel ergens over hebben, dan gaan mensen toch soms misschien toch wel even terugkijken in de aflevering van: goh, hey, wat zeiden ze hier nou? Kunnen we even terugkijken? Behalve één meloot die bij ons in de podcast zit, die stuurt wel eens sms'jes. Ik zou niet zeggen wie het is. Ja, en dat vindt Avrotros ook niet zo leuk. Nee, Dus daar ook gaan aan we ons denk hebben ze een hekel, Tim. Ook aan ons hebben ze een hekel. ik. Ach ja, ach ja. Dus Ja. jouw mol. Dat hadden we al gedaan, Arjan. Dat heb ik toch al gezegd. Oh ja, Kees. Arjan die wil nog een keer. Arjan was, Oh. wil aanpassen wat hij dacht. Nou, ik denk misschien ben je weer veranderd. Nee, ik ben nog niet veranderd. Nee. Nee. Bedankt weer voor het luisteren en kijken naar de ProCast. Ga vooral ook even naar de Instagram van Arjan op Molljagers. Post hij ook echt elke dag hints en theorieën. Abonneer zeker op dit kanaal. Bij de 3500 abonnees kan je kans maken op een zwarte vrijstelling. Vooral even leuk meedoen. En dan ja, is er nog maar één ding om te zeggen. En wat is dat, Arjan? Houdoe! Laters. 'Toen ging het licht uit. Maar echt Kees, denk je nu als eerste? Ja, echt Kees. Ja. Bang.
Maar ja, weet je, het verandert elke week, eigenlijk. Nou, wel veel om me heen zeggen, nou Kees. Mijn beste kameraad zegt Kees, vriendin zegt Kees, Pim zegt Kees, Arno zegt Kees in de winkel van de Lidl, die ik elke keer tegenkom. Jij zegt nou Kees. Wel Ja, meer. ik zou het ook heel tof vinden als het Kees is eigenlijk. Ja, ik ook. Maar juist daarom zit ik dan te denken, is hij het?